Yes. Wie zijn de eerste?
Pas op, de eerste zijn daar, hè. Kom aan, Xander! Als in de garage gingen, dan komen we later, denk ik. Ik denk het eigenlijk een half en half, vanaf 9 uur al, of zoiets. Ja, ja. Ik heb toen een hele tijd ik heb een honger en veilig, ik ben onderweg. En, ja, donderdag was nog een halve zomerweg, hè? Ja, 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 zeker. We hebben ook nog Pippen Noord. Een applaus is gegeven, dat mag net als de auto doen, is het natuurlijk. Ja, witte nummers, hè? Ja. En hier zien we ook een Redmeer. Goed bezig, Red. Dat je altijd vlot
Ik heb ze 10 jaar. Ja, dat is goed. Ik denk dat die reactie is. Kom op. Zorg, je kunt even zo uitrusten. De netken is 20 meter achteraan. Jan, Jan en de Vaan. Wat een rust. Nou, dat is een omgekeerde wereld, hè? Ja. Thank you.
We zien ook drie standaard Kevin Kennis, dagverdringen, heel erg bekende naam in het circuit. Dat zijn de kampioenen, zeg. We gaan zien dat Kevin Kennis in de wedstrijd heeft er veel verstand aan te gaan. Het mysterie van het oefen, dat er van Kevin Kennis, dat er van Kevin Kennis. Hij is al begonnen. Dan hoort het de ladder van Verstander. Dan komt Verstander. Kom maar in het schrijf. Goed opdrinken. Knap joh. Groetnummer. Ja. Ga je ook eens mee? We gaan het Benzers aankomen en niet meer het Tippen aankomen. Een jonge waren. Een verse respect tussen de twee lopers. Daar is het toch waar om draait. Hier op de appetit. We zagen het Roze Klaasens hier finishen. Heel wat heren die hier over de finish komen. Ja. We waren ook nog juist Luc passeren. Kom aan, Luc, als jij het aan het doen. En we zijn goed bezig.
10 kratten brak. Van midden is ook een bosje. En dan de hoek. En er lopen kwartiekappen. Het boer is langer hier. Het landbeleid is... En ondertussen zien we meer en meer... ...ontstaan. Jelle Lubio, Jan van Springel en Heerlijk. Wat is er? 26. PG, interieurarchitect in Mariapenheiden. Kippie, FD Trinken van Loonhout. En natuurlijk ook. We kunnen nog maar het jeugdcentrum die hier bedekken. En dat... Hier zien we een vriendschandelijk festival. Voetballen, ja.